Hallo allemaal, van harte welkom bij deze video van het boekje Politiek, examenkatern van Essener voor Maatschappijkunde. We gaan het vandaag hebben over politieke besluitvorming. Dat houdt in dat we het besluitvormingsproces gaan bespreken. De invloed van media en pressiegroepen en lobbyisten gaan bespreken. En ook, hoe kun je jij als burger dan die politieke besluitvorming, hoe kun je daar invloed op uitoefenen? Daar gaan we het vandaag dus over hebben. En zoals ik al zei, dat is hoofdstuk nummer 7, politieke besluitvorming. Laten we beginnen met 7.1, het besluitvormingsproces. Het besluitvormingsproces bestaat eigenlijk uit 5 stappen en 4 fases. En die 4 fases ga ik eerst even noemen. De eerste fase is van wens tot politieke agenda. De tweede fase is bedenken van een oplossing. De derde fase is een besluit nemen en de vierde fase is vervolgens het uitvoeren van een besluit. En wat houden deze fases dan in? Ik zal ze één voor één doornemen. Bij fase 1 gaat het om van wens naar politieke agenda. Er zijn natuurlijk allerlei maatschappelijke problemen in Nederland die allemaal een oplossing vragen. En de politiek is nodig voor een oplossing zoals we geleerd hebben. En als jij jouw probleem op de agenda wil zetten van de politiek, dan moet je mensen mobiliseren. Dat betekent dat je de publieke opinie ervoor moet zorgen dat je die aan jouw kant krijgt. Oftewel, mensen moeten willen dat het probleem opgelost wordt. Daarmee komt het op de politieke agenda en krijgt het prioriteit. Dat betekent dat politici eerst dat probleem willen oplossen. Waarom? Heel simpel, we hebben een democratie. Dus als heel veel mensen het probleem belangrijk vinden en willen dat het opgelost wordt, dan zal de politiek dat vaak ook doen. In de tweede fase is een fase waarbij de beleidsvoorbereiding plaatsvindt. Dat betekent dat er wordt nagedacht over oplossingen voor het probleem en daarvoor komen wetsvoorstellen uit. Dat kan gedaan worden door ambtenaren natuurlijk, maar ook door Kamerleden. Daarna is er een besluit nemen. Dat houdt eigenlijk in dat het in het parlement gestemd wordt. Dus eerst in de Tweede Kamer, daarna in de Eerste Kamer. En het debat hoort hier natuurlijk ook bij, maar wel natuurlijk pas als het wetsvoorstel is gemaakt en ingediend. In de laatste fase is de uitvoerende macht, die gaat ermee aan de slag, die zorgt ervoor dat het uitgevoerd wordt. Heel simpel gezegd, bij de uitvoering van een besluit en dat burgers geïnformeerd worden over het besluit en over de oplossing voor het probleem. Echter zien we ook bij problemen, maatschappelijke problemen en sociale vraagstukken, dat er vaak verschillende meningen over zijn. Dat betekent dat er ook altijd mensen zijn die niet blij zijn met een oplossing. En daarom vindt er vaak een terugkoppeling plaats. Dit betekent dat het probleem weer opnieuw op de politieke agenda wordt gezet. Omdat er misschien dingen uit naar voren komen die niet de bedoeling zijn. Of omdat mensen gewoon niet happy zijn met wat er besloten is. En daarom weer invloed willen uitoefenen om het vervolgens opnieuw tot de wet te krijgen. Dit is het besluitvormingsproces. Maar hoe ben je dus in staat om vooral in die eerste fase en in de terugkoppeling invloed uit te oefenen hierop? Ja, er zijn een aantal mogelijkheden. De eerste is de officiële invloed van pressiegroepen. Dit zijn groepen die meer macht hebben dan de meeste burgers. En er zijn een aantal voorbeelden van natuurlijk. Pressiegroepen die hebben een bepaald belang, die streven dat na en die proberen aan de hand van dat belang de politieke opinie te beïnvloeden en de politieke besluitvorming natuurlijk. Ze kunnen dat op meerdere manieren doen en hebben daar machtsmiddelen bij. Je kunt bijvoorbeeld aan acties denken die gedaan worden. Het beïnvloeden van de politieke opinie is dan belangrijk. En er hoort ook bij lobbyen. En lobbyen is weer een andere variant. Dan vraag je actief steun voor jouw standpunten. Meestal worden dan naar bestuurders iemand gestuurd die ze bijvoorbeeld kennen. Denk aan een Kamerlid die laatst gestopt is. Die is vervolgens naar de wapenlobby gegaan. Dat betekent in ieder geval voor de defensieindustrie. Dat betekent dat hij voortaan voor de belangen van de defensieindustrie zal opkomen bij mensen die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer werken. Dat is heel makkelijk als je mensen kent, want als je iemand zijn telefoonnummer hebt, bel je hem makkelijk op dan wanneer je die niet hebt. Wat voor machtsmiddelen hebben deze groepen dan? Nou, laten we ze een aantal doornemen. Machtsmiddelen heb je natuurlijk nodig om gedrag te beïnvloeden en de eerste daarvan is kennis. Deze groepen die zijn vaak goed geïnformeerd over een onderwerp. En hebben daarom meer kennis dan politici die veel onderwerpen moeten behandelen. Zeker tegenwoordig. We hebben 150 Kamerleden, we hebben 20 partijen, dacht ik inmiddels. Dat houdt in dat niet heel veel Kamerleden zich bezighouden met een onderwerp. Je kunt niet alles weten van al die onderwerpen. En dus hebben pressiegroepen meer kennis en kunnen ze daarmee een politicus beïnvloeden. Je kunt ook denken aan de grootte van een groep. Hoe groter een pressiegroep is, hoe meer macht ze natuurlijk hebben. Denk bijvoorbeeld aan bijna alle mensen die autorijden zijn wel lid van de ANWB. Daarmee heeft het veel invloed. Geld geldt er ook bij. We weten dat de tabaksindustrie over het algemeen
heel veel invloed heeft gehad, zeker in het verleden, om niet roken al te duur en verboden te maken. En daar zat heel veel geld achter om met die invloed te kunnen uitbreiden. Want hoe meer mensen en hoe meer onderzoekers je kunt betalen, hoe meer invloed je kunt uitoefenen. Er zijn ook bepaalde groepen die hebben een formele wettelijke mogelijkheid. Die mogen dus volgens de wet iets doen. Je kunt bijvoorbeeld naar de rechter stappen. Daar kun je gebruik van maken. Noem dat dus als voorbeeld. Toegang tot de media. Het is natuurlijk fijn als je toegang hebt tot de media. En daarmee met contacten met journalisten jouw probleem kunt vertellen. En hetzelfde geldt met toegang tot politici. Als je die mensen kent heb je voordelen. Ook kan het helpen als je een aansprekende leider hebt. Die komt natuurlijk ook eerder in de media. Mensen willen die vaak volgen. Dus als jij een BN'er kunt vinden die voor jouw zaak wil staan, dan helpt het een hele hoop. En er zijn natuurlijk ook mensen die hebben officieel zitting in een bepaald adviesorgaan, waarbij deskundigen gevraagd worden. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van corona. Waarbij we verschillende teams hadden. En die teams die moesten advies uitbrengen aan de overheid. Nou, dat betekent dat als je in zo'n adviesorgaan zit, dat je dan dus ook automatisch meer invloed hebt. Daarbij heeft ook de media invloed. De media heeft namelijk machtsmiddelen, maar ook een aantal functies. En die functies zijn de volgende. Eerst is de agendafunctie. Een functie van de media is dat zij dingen op de politieke agenda zetten. Waarom als iets gewoon speelt bij jou, wat een probleem is, ook al is het voor heel veel mensen, maar er is geen aandacht voor in de media, dan weet de politiek niet altijd dat het speelt. Ook heeft de media een informatieve functie om jou op de hoogte brengen van informatie die je nodig hebt om bepaalde beslissingen te kunnen maken en te kunnen weten welke beslissing er gemaakt is. Een meningsvormende functie waarbij de mening gevormd wordt van mensen en waarbij ze helpen om jouw mening te vormen. Een controlerende functie om te controleren of de politiek haar werk wel goed doet. En als laatste is de spreekbuikfunctie, waarbij deze functie wordt gebruikt door bijvoorbeeld pressiegroepen of individuele personen of iets dergelijks die hun eigen mening naar buiten willen brengen en daar de media voor gebruiken. Het is immers een communicatiemiddel. Nou, wat kun je dan als burger doen? Wij hebben in Nederland natuurlijk ook invloed op het een en ander als burger. En hoe werkt dat dan wel? Nou, wat kun je dan doen? Je kunt een aantal dingen doen. Ten eerste kun je gaan stemmen bij verkiezingen. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om lid te worden van een politieke partij. Voor jongeren geldt dat je ook lid kunt worden van een politieke jongerenorganisatie. Als je lid bent kun je bij congressen invloed uitoefenen op het beleid van een bepaalde partij. Daarnaast kun je ook persoonlijk contact opnemen met politie. Je kunt ze altijd mailen, maar eerlijk is eerlijk, ze hebben het druk. Je kunt gebruik maken van je spreekrecht en dat geldt op verschillende plekken. Je mag bij vergaderingen en hoorzittingen bij de gemeente bijvoorbeeld inspraak hebben. Maar dat kan ook bij de Tweede Kamer soms zo zijn. Je kunt lid worden van een pressiegroep en op die manier met een grote groep meer aandacht hebben. En een grote groep mensen die kan soms meer voor elkaar krijgen dan een kleine groep. Je kunt gaan demonstreren. Een petitie indienen door middel van handtekeningen. Je kunt een burgerinitiatief indienen. Als je een burgerinitiatief indient, houdt het in dat als je 40.000 handtekeningen inzamelt, en het is een onderwerp waar in de Tweede Kamer nog niet eerder over gesproken is, dat daarover gedebatteerd moet worden in de Tweede Kamer. En dan mag je eventueel zelf daar ook spreken. Je kunt een verzoek indienen tot een referendum, wat een stemming is in het volk over een belangrijk onderwerp. Dat kan volgens mij vooral in de gemeente nog tegenwoordig. En het is ook wel eens landelijk gebeurd. Je kunt de media natuurlijk inschakelen voor je probleem. Je kunt een klacht of een officieel bezwaarschrift indienen tegen iets. Vooral bij de gemeente is dat over het algemeen eenvoudiger. Maar als je conflict hebt kun je ook gewoon dat doen via de rechter. Een conflict met de overheid. En je kunt de nationale ombudsman inschakelen. De nationale ombudsman is een soort klachtenlijn voor mensen die te maken hebben gehad met de overheid en daar iets over te zeggen hebben in negatieve zin. Daar kun je klachten kwijt en die hoort daarvoor op te komen voor de burgers tegenover de overheid. Om bij de overheid aan te tonen wat er eigenlijk misgaat. Goed, dit was hem in ieder geval. Hartelijk bedankt voor het kijken en veel succes met leren. Dag!